Hey yo! Een paar jaar geen frissie meer heb gehad. Ja, het smaakt gewoon als goud. Niet normaal. Je bent een legend for life. Je bent een legend for life. Goedemorgen allemaal, het is tijd voor een gouden ouwe. Het is tijd, we gaan het. Het is gewoon. Ja, wanneer zijn we woorden? We gaan. Een kindje slaan. Kinderen van BN'ers raden. Dat heb ik vorig jaar ook al een keer gedaan. En dat was een daverend succes. En nou is het natuurlijk zo dat ik de Calvijn Show ga maken. Vanaf 1 maart om 9:30 bij BNNVARA op NPO 3 en ook op YouTube. En alle teringzooi, snap je? Ik ga die show maken. Maar dan moet ik natuurlijk wel een beetje op de hoogte zijn van, hè? Van wie welk kindje nou heeft uitgepoept. Nood aan Kelvin, wil je alsjeblieft nooit meer het woord uitgepoept gebruiken? Als je het over kinderen hebt, beetje ranzig. Oké. Nou gaan we vandaag kinderen van BN'ers raden. Ik heb weer 15 spetters verzameld. Ik weet niet wat ik te zien krijg. Ik zou het keurig vinden als ik een kindje of 8 of zo zou weten. Ik ben slecht op de hoogte. We gaan het gewoon doen. Ik heb schijt. Wat mij nou leuk lijkt, is als jij eventjes meedoet. Doe het samen. We hebben elkaar nodig in deze tijd. Pak een pennetje en een papiertje. Of pak je telefoon of je notities of je laptop of weet ik veel wat. En hou gewoon bij hoeveel je goed hebt. Is het een soort gezelschapsspel. Lekker gewoon weer zo'n oud-Hollands spelletje. Alright, here we go. Baby nummer 1 heet Brooklyn Baby. Dat kan er maar eentje zijn, mensen. Laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, je ziet het aan de vingers. Dit is overduidelijk het kind van Bibi en Waylon. Zou degene die deze dingen maakt in het vervolg het gezicht willen laten zien van de baby? Want nu is het voor mij echt praktisch onmogelijk. Zo, hallo. Hallo! Hè? Huh? Moet wel. Kut. Jezus, ik heb gewoon de hik. Heb ik nou de hik gekregen van Fristy? Oeh, Fristy. Godverdomme. Het is een kind van Kim en haar vriend, partner, man, echtgenoot. Ik weet het niet. Gefeliciteerd met je kind. Gefeliciteerd, hè? Dit is praktisch onmogelijk. Je ziet niet eens een gezicht. Manu. Oh, deze weet ik. Deze weet ik, mensen. Calm your tits. Manu is het kind van... Het is het kind van Rob Kems. Beter bekend als Snolle Bollekes. Oh, 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 oh. Van links. Dat is een kind van Rob. Ja hoor, let's go. Weet dit, want hij heeft me dit ooit verteld. Dat hij zijn kind Manu heeft genoemd. Dat heb ik onthouden. Daan en Luc. Daan en Luc zien eruit alsof ze mijn video's wel eens bekeken hebben. Dus ik moet oppassen met wat ik zeg, want ze verstaan dit. Ze kunnen het gewoon, ze zien dit waarschijnlijk gewoon. Daan en Luc zijn, denk ik, de kinderen van echt een Hilversums persoon. Weet je, was een soort Wendy van Dijk of zo. Maar dat niet Wendy van Dijk, maar een soort Wendy van Dijk. Ik denk dat dit de kinderen zijn van... Van... Chantal Jansen. Jeroen van der Boom. Ja, Jezus. Ik heb dit kind zelfs een keer ontmoet. Godverdomme. Ik heb echt een keer met hem op de foto geweest. Jeroen, als je kijkt, het spijt me echt. Daan en Luc ook. Kiki en Lola. Nou ja, dat is natuurlijk overduidelijk. Het is niet zo heel ingewikkeld. Je ziet weer geen gezichten. Maar dat is logisch, want deze kinderen zijn nooit zichtbaar in beeld. Het zijn de kinderen van Bas en Nicolette. Ja hoor. Hoi. Hoppakee. Party Mardi. Wat een lekker koppeltje ook, hè. Boas. Boas. En Abel. Ja, Jezus, jongens. Ik weet het toch niet. Ze lijken een beetje op Abel. Ja, weet ik veel, jongens. Ik ga niet eens een gok wagen. Ik pas. Ik weet het niet. Barend van Delen. Ja, ja, oké. Okay. Nou. Vroeger dacht ik dat ik dik was. Maar toen leerde ik jou kennen. Toen dacht ik, ah, valt wel mee. Ik denk toch niet aan radio-DJ's? Ik weet toch niet hoe die gasten eruit zien? Oké, okay, blijf gefocust, Kelvin. Kars, Boris, Mick en Lieselot. Ja, ik denk dat dit de kinderen zijn van mijn dubbelganger, Leo Alkemade. Je moet hem zo houden, kutlul. Jezus, dat was slecht. Leo Alkemade. Dat komt omdat deze koter hier bovenin lijkt op Leo Alkemade. We gaan het gewoon kijken. Ja hoor, oké, okay, dankjewel. Let's fucking go, man! Kutlul. Oh, ik ben echt aan het genieten. Sinds die hele quarantaine heb ik weinig soort van dopamine momenten. Dat ik denk... Oh, yeah! Ik heb alleen maar momenten dat ik gewoon op de bank zit. Ik heb geen voetbal, ik heb geen wakeboarden, ik heb niks waar ik een soort van mijn hype in kwijt kan. Maar vandaag wel. Ik heb deze gewoon fucking goed. Frankie Dean. Ik heb echt geen idee. Oh wacht, jawel, het komt ineens in me op. Het is niet kapot. Ik ben zwaar. Wow. Ding ding, punten. Ja, dat is ook overduidelijk. Ik zie dit kind vaker dan Nienke. Yeah. Jongens, even een stand van zaken. Het gaat Kaolo goed. Ja? 5 goed. Julia, Isa en Benjamin. Oké, ik weet het ook. Jongens, boom, shakalaka, boom, tikkelikkie, bee. Dit zijn de kinderen van Humberto Tan.
Wat ding, Bert, gaat dikke. Kijk deze gekke Franse ossel. Weet ik voor waar het deze Tori is. Ik zeg je eerlijk, maat. Hij pakt alsnog alle shine. Vier vrouwen, Humberto pakt alsnog de shine. Ik weet dit, want ik ken Julia. Zo simpel is het. Die andere twee ken ik niet. Teddy. Teddy. Dit is het kind van Bibi en Waylon. Ik zeg het je eerlijk. Boom. Oké. Oh. Man. Ik ben gewoon goed in deze shit. Ik heb 7 goed. Mijn doel was om 8 goed te hebben. Dus ik 8 de kans vrij groot. Snap je? 8. Rumi en Tiger. Tiger, sorry. Rumi en Tiger. Gewoon even op basis van... Kijk, oké. Rumi, ik heb geen idee. Laat ik daarmee beginnen. Ik heb geen fucking flauw idee. Dit lijkt gewoon op elke baby die ik ooit gezien heb. Tiger, ik kan op basis van hoe Tiger eruit ziet misschien wel een beetje een soort van checken wie dit zou moeten zijn. Bowser Cruise. Nee. Shanna en Kevin. Ja, ik heb wel de geboorte van Rumi gekeken. Zij hebben letterlijk gevlogd hoe dit kind geboren werd. Moet je eens opzoeken. Wacht, ik ga het voordoen. Wow, ja, hij komt! Ik heb hem! Maar wel een knap kind. Tiger, Rumi ook. Jagger. Ja, dat is het kind van Yuki en Lizzie. Wij zijn Christos Amsterdam, mijn naam is Yuki. Oh my god, ik was een koude goed in deze... Fucking shit! Ik heb mijn doel behaald. 8 goed. Prima, voldoende. Jongens, dat was hem later. Bedankt voor... Ah, ik moet het eerlijk vertellen. Het is Nina die zei dat dit kind er was en dat de naam Jagger was. Dus ik wist dit toevallig. Jack. Ook simpel. Jongens! Dit is gewoon... Dit is... Kunnen we hier de Olympische sport van maken? Dan pak ik die gouden medaille. Sowieso, ik weet het zeker. Dit is Jack, het kind van Thomas Bergen. Ik zat met Thomas op Expeditie Robinson. Jake. Laat ik beginnen met het feit dat Jake gewoon een gangster is. Ik weet niet wie Jake is, maar Jake is een koude gangster. Kijk deze, Jake. Jake is die guy als je hem tegenkomt in het bos, zoals hier. Hé, je loopt er met een boog omheen. Moet je volgen met Jake, ja? Ik gok gewoon dat dit het kind is van Willem-Alexander. Rode haartjes. Begrijp je me? Ik ben geen nummer. Ik ga voor koning Willem-Alexander. Shelly Sterk. Deze gangster ken ik sowieso. November, in the building. Out there, out here. Zonder naam, weet ik alsnog wie het is. Hij chillt bij een cruise ship. Niet op een cruise ship, maar bij een cruise ship. Het is het kind van Busy en René. Ja hoor. Dat is natuurlijk easy. Ik bedoel, ik heb uitvoerige FaceTime gesprekken tussen Guy en November mogen meemaken. Wil je eens bij mij komen? Ik weet niet waar je woont. 10 goed. Godsamme zeg. Ik kan niet anders zeggen. Laat in de comments even weten hoeveel jij van de 15 goed had en maak kans op een kind. Zo zit het. Ik ben zaaddonor sinds kort. Bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer op mijn kanaal en volg me ook op Instagram. Doei!